Het is tijd voor een boom-update. Jullie dachten dat mijn plant al dood was. Jullie zagen hem niet meer zoveel. Jullie dachten dat ik geen water gaf aan deze plant. Maar tree doing good. En dat allemaal omdat ik deze boom geen kraantjeswater geef. Waarom? De overheid probeert ons te vergiftigen door fluoride in ons kraantjeswater te doen. Zo proberen ze ons allemaal dood te maken en gekke ziektes te geven van ons. Are you even woke, bro? Dat was het weer van de boom-update. Sinds dat video's maken op YouTube heel groot dingen schoren, is het voor mij niet raar dat sommige volwassen mensen een kind maken gewoon puur om het in de vlog te steken. En dat klinkt heel fucked up, want dat is het ook. Maar juist om daar zoveel geld te verdienen van mijn YouTube, zijn er heel veel ouders die zo ziek zijn in hun hoofd en zo graag fucking veel geld willen, dat zij hun kind gewoon fucking setuppen om een YouTuber te worden, lang voordat die kinderen die keuze zelf hebben kunnen maken. Iemand stuurde gisteren een documentaire naar mij door, die enkele dagen geleden op posters op NPO3. Ik blijf bij mijn standpunt dat sommige mensen gewoon echt geen kinderen zouden mogen krijgen. Ik weet dat dat fucked is, maar dat is gewoon zo. AUB niet herproduceren, bedankt. Die ouders zijn duidelijk een verspilling van zaad, man. Mijn dochter. Het is de intro van een horrorfilm ofzo. What the fuck? In deze serie volg je dus drie ouders die alle drie een kind hebben die vlogger zijn. Ze volgen in deze documentaire een meisje van 3, een meisje van 9 en een meisje van 13. Ze volgen een meisje van 3. Alleen al toen ik dat zag, dacht ik van, the fuck. Laten we gewoon direct beginnen met de meest fokte oppen van de drie. We beginnen met JD, die 3 jaar is. Denken jullie dat JD zelf heeft gekozen om een YouTube-channel te maken en YouTuber te worden? Meisje kan amper praten. Ze kan nog niet eens goed Nederlands. Ik ga mijn kind leren YouTube-filmpjes maken voordat ik haar deftig leer praten. Dat is gewoon een slim idee. In het begin dan heb je de eerste 10 abonnees en dan denk je wel, oh, 10. En dan wil je denk ik wel weer die 20 zien. En dan denk je, oh, dadelijk gaan we naar de 100. En dan wil je die 100 zien. Deze documentaire zou niet moeten noemen mijn dochter is een vlogger. Het zou mijn dochter is een vlogger omdat ik het wel moet noemen. Dat is fucked up. De meisje is 3. Ze wil hier niet zitten en slijm maken, like, what the fuck? Ja, wij hebben nu net als 1-jarige jubileum gehad. Ze doen nog steeds alsof dat ons YouTube-channel is. Het is niet ons, het is jouw YouTube-channel. Je gebruikt gewoon je dochter voor de fucking views. What the fuck? What the fuck? Dit... Ja, ze is nog zo jong, joh. Als ze dadelijk 12 is en ze heeft dan 10.000 volgers, dat is nog veel, hè? What the fuck? Hoe kan je dit zeggen? Als ze 12 is, heeft ze 10.000 volgers. En zelfs nog veel. Voed je kind gewoon normaal op. In plaats van te denken van, hey, mijn dochter moet veel volgers hebben. Stel dan nu een blikje Red Bull op deze tafel. Onthoud dat. Onthoud ook dit shot. Er is een reden waarom de mensen die deze ook hebben gemaakt daar echt laten hebben onthouden. Ja, ze is jong. Maar tegen de tijd dat zij 6 is, zit heel haar klas op YouTube. En heeft zij ook, ja, je geeft haar ook een beetje een voorsprongetje. What the fuck? Je begint video's te maken omdat jij YouTuber wil worden. Omdat je het leuk vindt om dingen te delen, omdat je iets te zeggen hebt. Dan weet ik veel iedereen die naar je video's kijkt. Het is niet de bedoeling dat je je kind opvoedt als YouTuber. Het is niet de bedoeling dat je zegt van ja, heel haar klas gaat wel naar YouTube kijken en dan is zij de bekende YouTuber. Of niet. Als het mislukt, dan heb ik gewoon een mislukt kind. Zo werkt deze vrouw. Het ergste van heel deze fucking familie is dat deze ma gewoon duidelijk haar eigen gebroken kinderdroom probeert te redden door haar eigen kind op te voeden met wat zij heeft gemist in haar leven. Ik ben als baby ben ik ooit gescout voor een Pamper-reclame. Oh, leuke baby. Zie je de pijn in haar ogen? Mijn ouders hebben dat toen niet gedaan. En ik weet wel dat toen ik ouder was, dat ik echt zat van, oh, dan maak ik daar. En dan was ik misschien al verder geweest. En toen ik een jaar of 9 of 10 of zo was, toen was ik echt boos. Dat ik echt zoiets van, als je dat wel had gedaan, dan was ik al bekend geweest. Check deze pijn. Omdat zij ooit als kleine fucking bebé in de supermarkt gescout is voor een pamperreclame en haar ouders hebben dat niet gedaan, is ze zo fucking boos dat ze gewoon denkt van, oké, mijn kind van 3, ik ga haar wel geven wat ik niet ga krijgen. En dan doe je maar dit met je kind van 3. Scherp stellen weer. Stop. Ik hoor overal suizen. Volgens mij zijn alle deuren nog open. Klopt dat? Ja. Die moeten allemaal dicht. Dit kind is niet gelukkig. Gegarandeerd horen op het fluiten, zeg je? Zij wil dit niet doen. Ik ga nog 1 keertje doen dadelijk. Nee. Jawel, want ik hoor... Nee, we wachten gewoon. Ja, ik wil de intro nog 1 keer doen, want ik hoor heel erg veel vrachtwagens. Maar je deed wel heel goed, vond ik. De laatste keer was het echt... Hoe kan je dit doen? Hoe de fuck kan je dit doen? Is de reden waarom de mensen die deze documentaire hebben gemaakt dit stuk erin gelaten hebben? Dit is niet wat je wil doen als 3-jarige kind. Als je jong bent, dan moet je, weet ik veel, spelen en ontwikkelen of zo in a way. Of vooral leren praten. Zij kan nooit meer op fucking zoektocht gaan naar haarzelf, want haar ma heeft haar gewoon al in een fucking positie gestoken. Dat ze zo picture perfect moet zijn als haar ma wil. Zo'n mensen zouden echt gewoon geen kinderen moeten krijgen. Maar ik kom dit fucked upste stukje van heel deze documentaire. Nu begint haar mama boos te worden. Ik heb het al gezegd. Oké, hij liep nog niet, dus we gaan hem even weer
Een keer opnieuw doen, yes? Even wachten, en duidelijk praten, want ik versta je niet zo. Gewoon, ja, gewoon hard zo. Hallo, ja, welkom bij deze live. Oké. Okay. En vandaag gaan we een rainbow smoothie maken. Ik wil het zelf zeggen. JD. Even wachten tot ik klaar ben met praten. Ik krijg het helemaal warm. Ik krijg echt een opvlieger nou. Ik krijg helemaal gestrest. Nee, ik wil even een slokje Red Bull. Ik merk dat het gewoon too much wordt. Ik wil af. Ik wil even een slokje Red Bull. Wordt even too much. Too much. Op dit moment heeft die Maro zelf door dat het fucked up is. Heel die camera plots zit hier. Dat kind is een beetje een fucking kind aan het zijn. Dan heeft hij zin om met een fucking camera te praten en een beetje slijm in de pot te doen. En die ma heeft gewoon door van... Oh shit, ik heb geen controle meer over mijn kind. Je kan je kind niet laten spelen voor een fucking camera en dan denken van, ah ja, oké, like, nu is mijn kind aan het spelen, dus is acht kind. Nee, zet je gewoon heel je kind in scène al van haar 3 jaar. Dus hebben 3 families gevolgd, hè, was de ergste. Nee, ze. De volgende is eigenlijk echt gewoon bijna ervaren. Volgende is dit meisje, ze is 9 jaar. En ik ga eerlijk zijn, ik gewoon aan haar gezegd hier al, kan je toch zien dat ze dit niet wil doen. We zijn volgens mij precies nu 2 jaar geleden begonnen. Jalen vroeg van, mag ik ook een YouTube kanaal? Nou... Webcam wel een keer proberen. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan groeien. Ze heeft gevraagd aan jou of ze een YouTube-channel mag. Dit is het enige wat ze heeft gevraagd. Ze heeft niet gevraagd aan jou van, hey, wil je mij zeggen wat ik allemaal moet doen? Als je kind dat vraagt, dan zeg je, oh ja of nee. En als ze ja zegt, help je haar misschien gewoon om het YouTube-channel te maken, klaar. Om dan elke fucking video van haar helemaal in scène te zetten. Je kind helemaal te pushen in wat je moet doen. Deze paard denkt letterlijk dat je heel het algoritme van YouTube gekraakt heeft. En dat je precies weet wat je moet doen om goede views te trekken. En je ziet het ook in alles dat je gewoon heel de tijd tegen zijn kind aan het zeggen. Dus van, je moet dit en dit en dit en dit en dit doen. En dat hebben ze er allemaal echt laten in deze doc. Maar goed, die zal toch wel iets moeten gaan verzinnen om weer meer kijkers te trekken. Dit is graag een gesprek met iemand van 9 jaar. Hij gaat niet. Tenminste, volgens mij is de laatste video 200 keer bekeken of zo. Wat zou je wel willen doen? Ik kan. Ja, wil je misschien iets anders doen of zo? Wat denk je wat wel? Tekenen. Doet? Zou je graag willen tekenen? Ja. Hier zag ze dus gewoon tegen haar papa, ik zou liever tekenen op mijn YouTube channel. Tekenen gewoon op YouTube channel, maar dat kan niet, want het is niet haar YouTube channel, het is YouTube channel van haar pa. Dus wat is zijn fucking reactie hierop? Zou je graag willen tekenen? Ja. En sketches maken. Dat heeft ze niet gezegd. Ze heeft niet gezegd dat ze sketches wil maken. Denk je dat het goed zou lopen, zoiets? Of denk je dat sketches het beter zouden doen? Wat is deze guy met zijn sketches bezig? Chilling. Ja. Wat zou je anders moeten doen in je video om misschien toch meer kijkers te trekken? Het stopt met doen alsof dat haar fout is dat dit YouTube-channel niet werkt. Probleem ligt bij deze guy. Probleem ligt 100% bij deze guy. Je dochter heeft geen zin om video's te maken. Stop maar hierin te pushen, man, dat de fuck. Wat zou je anders moeten doen in je video om misschien toch meer kijkers te trekken? Iets meer mezelf zijn, denk ik. En niet zo Negen jaar. En ze zag dat ze meer haarzelf moest zijn in haar video's. 9 jaar is ze nu al gewoon iets aan het spelen in haar video's als ze niet is. En haar pa pusht haar dan nog een keer in die hoek van... Hey, doe maar sketches maken. Want tekenen gaat waarschijnlijk toch niet werken. Wat jij wil doen op je YouTube-channel, dat moet je niet doen. Dan ga je views krijgen. Doe maar gewoon wat ik zag. Blijf maar gewoon bij sketches maken. Je bent gewoon jezelf. Nee. Dat is het niet, denk ik. Jawel. Wat dan? Nou ja, misschien toch andere dingen erbij gaan doen. Dus ik denk niet tekenen, want ik denk dat tekenen het niet gaat worden. Ik denk dat dat een heel ander publiek is. Mm-hmm. Stel je voor, je vraagt aan je kind wat wil je doen op je YouTube-channel. En ze zegt, ik zal graag tekenen. Gewoon een minuut erna zag je, nou, ik denk niet dat je dat moet doen, man. Like, heel ander publiek. Zegt ze gewoon nog eens erna van, ik denk dat ik meer mezelf moet zijn. Nee, pff, je bent jezelf. Je doet toch wat je zelf wil op je YouTube-channel? Maar niet doe wat je zelf wil. Doe wat ik vind, want anders krijg je geen views. Dat zijn de meest hypocriete ouders die ik ooit heb gezien in heel mijn leven. En het zijn niet alleen ouders die dit doen met fucking YouTube. Je hebt de ouders die een kind in 1000 dingen zetten dat ze zelf niet willen doen. Ik heb geluk dat mijn ouders mij altijd gewoon de ruimte hebben gelaten om te vinden wat ik zelf wou doen. En ik heb ook op voetbal gezeten. Ik vond het helemaal kut. Ik ben daar weggegaan. En vrienden van mij wouden ook weg, maar konden niet weg omdat hun ouders zeiden van nee, je blijft op voetbal, dit, dat. Laat je kind doen wat hij wil. Ik zie altijd gewoon dingen bij dat meisje dat je. Alleen maar ziet bij YouTubers die al super lang bezig zijn en die zichzelf een beetje aan het verliezen zijn in hun video's. Dit meisje is 9 jaar. Zij zou nu nog niet die problemen moeten hebben van holy shit, ik ben niet mezelf in mijn video's. Like, wie ben ik? Ze weet nog niet eens wie ze is. En ze is nu al iemand aan het fucking nadoen in haar video's. Deze pa heeft hier niet eens plezier in, man. Deze pa had op een fucking vakantie met zijn familie. Welk geweldig idee heeft hij op die vakantie? We gaan een hele fucking sketch maken met heel de familie. Want misschien krijgen we daar wel views door. Dieptepunt in de YouTube-kanaal. De views zijn gewoon wat minder. Ja, waar het dan al ligt... Geen flauw idee. Het ligt aan jou! Dat even doorbikkelen zijn gewoon Het ligt aan jou!
What the fuck? De mensen sketches gewoon heel erg populair. Shut the fuck up met je sketches. Deze tijd geld zijn. Dus hopen dat het daarmee. Niemand heeft de fuck om je sketches. Wat zijn jullie aan het doen? Ga maar even naar je kamer. Hey, voelt het dan gewoon een hele filmmaker of zo? Ik nee. YouTube ook wel een beetje de nieuwe acteurs, actrices gaan worden van de toekomst. Hè. Dus ja, wie wil dat niet voor zijn kind? Ik wel in ieder geval. Er als wij deze kinderen als gewoon, zij beseffen het nog niet. Ze gaan hier later terug naar kijken naar deze documentaire en ze gaan denken van, what the fuck? Hebben mijn ouders gedaan met mij. En alle problemen die kinderen dag hebben, mentaal, met hunzelf, dat is hierdoor. Dat is fucking hierdoor. Ik kan het nog 1000 keer zeggen, maar je moet je kind fucking ruimte geven om zichzelf te ontdekken. En hierdoor bocht je dat gewoon helemaal af. De derde persoon in deze documentaire is dit meisje. Ze is redelijk bekend, denk ik. Want haar ma is haar manager en ik hoor haar ma gewoon heel tijd praten over campagnes, dit, dat, in deze documentaire. Wat ik fucking raar vind. Kijk, als je YouTuber bent of influencer of weet ik veel, als je iets doet online, dan doe jij dat toch? Dan zie ik jullie de volgende keer. Doei, doei. Zo, mama? Ja, iets rustiger. Moet ik nog een keer opnieuw doen? Iets meer, je raadt een beetje te snel. Je gaat het tot af niet, gewoon rustig. Een beetje rustig praten. Ze is gewoon een story maken voor Instagram. What the fuck? Hier is één stuk in waar ze aan het filmen zijn dat ze gewoon op restaurant is met haar ouders. En ze vraagt aan haar pa om een foto te nemen van haar. Dan ben ik blij dat ik dit nooit heb meegemaakt. Ben ik blij dat ik nooit zo aan tafel heb gezet met mijn ma en mijn pa. Die vind ik mooi. En deze pa houdt zichzelf helemaal lam aan het drinken met een rum cola omdat hij het anders niet aan kan. I feel you, man. I feel you. Nou, het is heel lelijk, maar het is niet mooi. De foto is toch wel mooi? Begin anders te huilen. Het is ook lelijk. Begin anders te huilen. Jullie begrijpen dat gewoon niet. Oké, okay, papa begrijpt het niet. Het ja, ze zit zo ver van huilen, hè? Ik ben het. Die van witte achtergrond. Goed. Wat wil je? Niet mooi. Kijk. No. Nou, het is heel lelijk, maar het is niet mooi. De foto is toch wel mooi? De foto is wel mooi. Nee, de foto is ook lelijk. De foto is 13. 13. We gaan anders te huilen, 13. Hoe kan je jezelf in deze positie zetten? My fuck it, man. Het is door deze soort mensen en dit soort documentaires dat mensen echt denken dat ik ook een van de achterlijke Mongolen ben. Dat ben ik ook. Ik fucking suck, maar ik ben gewoon aan mezelf. Zo makkelijk om op het internet iemand te zijn dat je niet bent. Het is zo fucking easy om bekend te worden op internet als iemand dat je niet bent. Zo makkelijk om gewoon te zijn wat andere mensen willen. En vanaf dat je dat doet, en dan ga je zoals deze mensen. Iedereen die een dislike gooit op deze video of zag dat deze video slecht was, zou graag eens zien hoe deze mensen binnen 10 jaar zijn, man. Hoe deze kinderen binnen 10 jaar denken over wat er allemaal is gebeurd. Vanaf het moment dat deze kinderen tot het besef komen wie ze echt zijn, als dat ooit nog komt, zou ik graag zo'n gesprek hebben met een vraag aan hen van, hey, door dat je ouders jouw hele leven hebben gefokt. Maar hey, als jij naar deze video kijkt, dan is alles oké, hoor. Hey, jij kijkt naar mijn video's. En ik doe al legit dingen aan. Ik heb geen problemen met mezelf. I'm just doing me. Ik moet een rare perfecte wereld dat jullie tonen. Maar jullie weten zelf toch ook dat het niet zo is. Maak je eigen fouten. Leef als jezelf. Doe nooit iets aan je leven omdat je denkt dat iemand anders het leuk gaat vinden. Hey, de eindige is zoals deze mensen. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Mijn plant en ik zeggen tjus. I love you guys. Smash je like on deze video. Share deze video met al je matties. En ik zie jullie een andere keer. Joejoe.